Here are the starters for Arsenal. Zou jij met Vivianne Miedema wel eens topscorer van de Engelse competitie willen zijn? Dat kan. Voor het eerst kun je in FIFA ook met vrouwelijke clubteams spelen. Een man en een vrouw op de titlescreen, word ik blij van. Ja, waarom? Dit is het eerste jaar dat er grote clubs te spelen zijn in het spel. Grote clubs uit Engeland en Frankrijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat in het spel hebben verwerkt. Sascha heeft onderzoek gedaan naar games en legt uit waarom vrouwen in spellen de laatste tijd zo populair zijn. Oeh, vlotte paas. Dank je. Omdat ze het belangrijk vinden. Daarnaast zorgt het er bij hun hopelijk voor dat meer mensen het spel gaan spelen. Jonge vrouwen die ook geïnteresseerd zijn in voetbal of gamen. En het is ook een stukje zichtbaarheid. Zien dat jij dit ook kan gaan doen, dat vrouwen ook in het voetbal thuis horen. Bij steeds meer games heb je dus de keuze of je met mannelijke of met vrouwelijke personages wilt spelen. In 2015 kon dat nog met 46% van de games en nu is dat 54%. There's a chance, you bastard. This isn't how it ends. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat kinderen daarvan vinden. We vragen het groep 8 van de Bron in Den Bosch. Hoe vind je dat nou, al die vrouwen bij FIFA? Ja, mij maakt het niet per se veel uit. Iedereen mag gewoon zichzelf zijn. Ik vind het best wel leuk, omdat meestal in games zijn er alleen maar mannen. En vrouwen kunnen natuurlijk ook gewoon goed voetbal spelen. Als jongens daar recht op hebben, vind ik dat meiden daar ook recht op hebben. De stelling op onze site was vandaag: gamen is leuker als het hoofdpersonage op je lijkt. En het grootste deel van de stemmers vindt dat. Ja, en volgens mij zijn ook hier in de klas de meeste kinderen het er mee eens. Toch jongens, steek je vingers op? Ja, toch echt het allergrootste deel. Ik wil gewoon mezelf zijn, dat ik me gewoon fijn in voel. Je wil eigenlijk altijd de beste zijn en dan kies je gewoon de beste. En de meiden zijn dan niet altijd de beste in FIFA. Oeh! En volgens Sascha komen er alleen nog maar meer vrouwen bij. We zijn nog niet heel goed, hè? Nee. Het gaat steeds meer om het vertellen van een verhaal. En of het dan gaat om een man of een vrouw, dat maakt niet uit. Maar je ziet dat er steeds meer vrouwelijke hoofdrollen worden geschreven. En dat dat steeds belangrijker wordt, ook in de verkoop van games. Nou, zullen we nog maar een potje dan? Nou, let's go!